We're gonna go on the street with the picture of a vegan sidekick. So far I've asked about 3 to 4 people if I could ask them something, and basically they ask me, okay, what do you want to ask? And I say, I want to ask your opinion about a picture. And basically they kept on walking straight, so for now it seems a bit hard, but let's see what these two that are coming. Dus ik heb hier een foto en zou jij jouw mening willen geven over deze foto? En mag je gewoon hardop zeggen wat je ziet en wat je denkt en wat je ervan vindt? Hou hem zelf maar vast, dat is makkelijker. Ik vind hem tegenstrijdig. Waarom vind je hem tegenstrijdig? Vanwege het plaatje en de tekst. Want op de tekst staat I love animals en het plaatje laat zien dat die meneer eigenlijk niet van dieren houdt, lijkt mij. Ja, klopt. Zie je ook wat voor dieren dat voornamelijk zijn? Een koe, kip, varken en hond en een vis. Ja, moet ik ervan zeggen. Ik snap hem wel, maar ik eet kilo's en kilo's vlees. Wat denk je dat de bedoeling is van de foto? Wat is het idee? Nou, de hypocrisie. Van huisdieren zijn leuk en de rest kan je gewoon eigenlijk behandelen als industrieel goed. Ja. Dus wat ik zeg, ik snap hem, maar ja. Ik ben bepaald geen vegetariër, veganist. Nee, ik moet eerlijk zeggen, je eet kilo's vlees. En dan meestal nog de kilo knallen. Ja, precies. Okay, en wat denk je dat de mening is, het idee is van de designer die deze foto gemaakt heeft? Dat hij misschien dieren lekker vindt om op te eten. Ja, precies. Dat zijn eigenlijk de dieren die wij consumeren hier in het Westen. Ja. Eet je zelf vlees? Ja. En zie je jezelf als een dierenliefhebber? Nee. Niet als een dierenliefhebber? Oké, maar ben je voor of tegen dierengeweld en dierenleed? Tegen. Tegen dierenleed. Dus stel je voor, om het even in een context te zetten, je zou een hond op straat tegenkomen. Ja. En iemand zou die hond mishandelen, zou je dat van zeggen of iets tegen proberen te doen? Ja. En als dat nou een varken zou zijn? Dan zou ik het denk ik ook doen. Ben je wel een dierenliefhebber? Ja. Dat wel. Ja. En dan ben je dus neem ik aan ook tegen dierenleed? Ja, ik moet eigenlijk zeggen, de reden dat ik voornamelijk toch wel, laten we zeggen, slecht vlees eet, is voornamelijk financieel. Ja, logisch. Ik probeer het tegenwoordig ook al inderdaad te beter leven, kippen en zo. Als het enigszins toelaatbaar is qua portemonnee. U had een commentaar erop? Lichtjes. Jawel. Ik koop zelfs ook wel eens nieuwe kip en zo. Beetje leven kip. Nee, dat schiet op. Ah, het is een begin. Ja. Oké. Okay. Vrouwen uitloop, eieren en zo. En joh. Om dat even in perspectief te stellen, dierenleed. Ja. Dus stel je voor, u loopt door de stad en u ziet iemand anders een hond mishandelen. U zou daar wat van zeggen, neem ik aan. Hangt er vanaf. Als hij er heel groot en gevaarlijk uitziet, ben ik net zo hypocriet als de rest. Zelfbescherming. Maar nee, over het algemeen ja. En als dat een varken zou zijn, zou u daar ook wat van zeggen dan? Ja. Of is er geen verschil voor u in dat geval? Nee, ik vind eigenlijk dat je alles met respect dient te handelen. Ja. Ook als je het later slacht, ja. Dan kan je het altijd nog een goed leven geven. Dat vind ik wel. Ja, precies. Daar ben ik het helemaal mee eens. Okay. Wist u dat tegenwoordig telkens meer en meer mensen de bio-industrie aan het vergelijken zijn met de Holocaust? Nee. Wat vind je van die vergelijking? Ik vind het niet helemaal terecht. Want ja, die Joden hebben het tenslotte niet opgegeten. Nee, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja. Wist je dat tegenwoordig heel veel mensen de vergelijking beginnen te maken tussen de bio-industrie en de Holocaust? Wat is Holocaust? De Holocaust is de vergassing van de Joden. Die we in de Tweede Wereldoorlog vooral meemaakten. Okay. Wat vind je van die vergelijking? Niet mee eens. En een dier is geen mens. En een dier heeft ook geen ziel. Een dier heeft geen ziel? Nee. En wat defineert een ziel voor jou? Ja, dat heeft weer met God te maken. Een mens heeft een ziel en als je gelooft in God, dan gaat je ziel naar de hemel of naar de hel. En bij een dier is dat niet zo. Een dier is dood en dan is die dood. Ja, weet u wat de meest humanistische manier van varkens slachten is op deze wereld? De meest humanistische manier? Ja. Ik vind überhaupt, als je praat over humanisme, vind ik al raar als je het hebt over een valk slachten. Een rare vergelijking. Maar wachten tot hij doodgaat. Waarom? Humanisme.
het woord zegt het al. Ja. Je kan eigenlijk niet humanistisch iets slachten. Nee. Nee. Dat is per definitie hypocriet. Dat is gewoon een label die wij geven aan iets. Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Aan iets. Maar ik vind wel diervriendelijk anders dan humanistisch. Maar goed. Ja, precies. Maar de meest diervriendelijke manier van slachten is op de wereld dan. In Nederland is het op dit moment bijna verboden. Maar het wordt nog steeds voor me wel af en toe gedaan. Maar wereldwijd gezien, en ons meeste vlees komt niet uit Nederland. Zeker of het in de supermarkt ligt. Is het vergassen van varkens. Serieus? Ja. En waar doen ze dat dan mee? Koolmonoxide gewoon? Vallen ze langzaam in principe precies hetzelfde als dat we vroeger bij de Joden deden. De techniek die gebruikt werd bij de Joden is afkomstig van de dierenindustrie. Ja, ik moet zeggen, ze hebben toch nog wel wat nuttige dingen. Ja, en... Kinderbijslag, Volkswagen, vergassen, weet je. Zo gek was hij nog niet. En... pesten. En wij zien dat als de meest diervriendelijke manier van slachten. Mm-hmm. Terwijl bij de mensen praten we over de ergste misdaad op de mensheid in de 20e eeuw. Ja, maar goed, het was ook natuurlijk het wat er vooraf gaan in de kampen en het... Wat denk je dat vooraf gaat in de stallen en in de groei van dieren? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Ik hoop dat het langzaam steeds meer inderdaad... Van een varkentje mag rondlopen, een koe mag gewoon in de wei en dan maar wat meer betalen. Maar ja, het is heel hypocriet, want zelf koop ik ook nog steeds gewoon goedkoop vlees. Dus. Weet je wat de meest diervriendelijke manier is van het slachten van varkens wereldwijd gezien? Nee. Het vergassen van varkens. Okay. Zie je daarmee een beetje de link met de... Die sommige mensen maken met de Holocaust, dus de vergassing van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. En het vergassen van de dieren. Dat op het moment dat we met de dieren doen, wij het als de meest diervriendelijke manier zien. Maar op het moment dat wij het praten over mensen, het zien als de meest gruwelijke misdaad van de 20e eeuw. Mm-hmm. Wat vind je van die dan? Snap je het dan iets beter? Of? Ja, dat snap ik het, ja. Ja, want in de Tweede Wereldoorlog zijn ongeveer 11 miljoen Joden vergast. En jaarlijks... hebben wij 80 biljoen dieren die wij op laten groeien en volgens dood maken om te consumeren. Ja, dat is best wel erg, ja. Ja. Maar er kan toch niks tegen gedaan worden? Hoezo niet? Hoe bedoel je? Mensen blijven toch wel vlees eten. En denk je dat er een humanistische manier of een diervriendelijke manier van slachten bestaat? Ja, zo snel mogelijk. En hoe zou dat gaan? Nou, gewoon... Wat ik zeg, ik vind het vergassen, dat moet ik zeggen, ik vind het eigenlijk wel goed klinken. Ik denk het is beter als die stroom stoot, als die koeien mee... Ik heb toch wel het idee dat die beesten echt wel weten wat eraan zit te komen als ze de volgende koe neerzien vallen. Dus. Ja, een stroomstoot gaat relatief sneller dan het vergassen. Vergassen kan wel 20 minuten duren soms. Ja, maar het gaat om het proces. Ja, moet ik niet Kijk, als ik maar mijn gaskastroegje leg en ik val langzaam in slaap en ik merk daar niks van en dan word ik nooit meer wakker. Dat zou je dan toch wel kunnen zien als een plezierige dood. Als die stroomstoot, omdat ik zeg, ik heb het idee dat die koeien weten dat die stroomstoot aan zit te komen. Ja. Waarom eet je vlees? Denk je dat je dat nodig hebt voor je gezondheid? Of? Nee, je hebt het niet per se nodig, maar gewoon. Ik ben ermee opgegroeid. Ja, cultuur in principe. Daar dus komt het is standaard. Eigenlijk op neer. En denk je dan ook dat... denk je dan niet dat als wij het vlees niet nodig hebben voor onze gezondheid... Mm-hmm. Dat het, en je bent tegen dierenleed, dat er eigenlijk een groot contrast zit? Jawel, maar dan kan je wel blijven bij... bezig blijven, want snoep hebben we ook niet nodig. En koeken en chips ook niet, weet je. Dus... Nee, maar met snoep dan hoef je niet het leven te beëindigen van een dier. Dus in principe, als jij het niet nodig hebt voor je gezondheid, is het dan niet per definitie dierenleed? Of wat vind je daarvan? Ja, het is wel dierenleed, ja. Mees. Ja, precies. En wat is de voornaamste reden dat jullie vlees eten? Ik vind het zo lekker.
Ja, dat is het gewoon. Dat is de enige. Denk je dat, dat we vlees nodig hebben om gezond te zijn? Of? Nee. Ik denk dat er zeker nu met de opkomst van alle powerfood en zo en al die onzin, dat er genoeg alternatieven zijn om je eiwit binnen te krijgen, je proteïnes. Dus dat vlees eten niet echt noodzakelijk meer is voor de moderne mens. Okay, en daar ben ik wel van overtuigd. Misschien voor topsporters, maar zelfs die kunnen industriële wijproteïnes en zo. Dus, ja. Ja, duidelijk. En je zegt in het begin, je bent tegen dierenleed in principe. Maar als je dus vlees niet nodig hebt om gezond te zijn. Mm-hmm. Sterker nog, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft vorig jaar uitgeroepen dat rood vlees en bewerkt vlees een klasse A kankerverwekkend iets is. Zelfs sigaretten en asbestos en dat soort dingen. Het lekkerste is dat al rauwe biefstukje. Ja. Is het dan niet per definitie dierenleed om een dier die, die normaal gesproken 20 jaar, neem een koe bijvoorbeeld, 20 mm-hmm. jaar te leven heeft, na 4 jaar, ook al heeft hij een goed leven gehad, af te slachten? Is smaak dan belangrijker dan het leven van dat dier? Voor mij wel. Wat ik zeg, ik weet het. En ik geef ook lachend toe dat het volkomen hypocriet is. Maar ja, nee, ik vind een stukje vlees echt nog wel zo lekker. Denk je daar ooit wel eens over na op deze manier? Nee, nooit. En nu je daar zo over nadenkt, wat denk je dan? Wat voor een reactie geeft dat bij jou? Ja, ik vind het misschien wel erg, maar ik blijf toch wel één. Ja, oké. Okay. Ik denk niet dat ik er iets meer ga doen. En wat is dan de reden dat je vlees eet buiten cultuur? Is dat de enige reden? Dat het gewoon cultuur is? Nou, het smaakt ook wel goed. Smaak. En vind je smaak dan belangrijker dan het leven van een ander? Nee, maar ik denk dat varkens dan toch al dood als ik het koop. Ja, precies. Dus er is geen associatie met het stuk vlees wat je koopt en eet. Nee. En het levende dier wat daar op de boerderij nee. zit. Ja. Ja, ja. Ja, je mag ook. En wat is uw mening daarover? Ik eet een stuk bewuster vlees dan hij. Hetzelfde vlees. Wat definieert bewuster? Ja, 1 of 2 keer per week. Ook bewust in kwantiteit? Ja, en dan een klein stukje vlees en dan biologisch. Okay. En waarom? Omdat ik inderdaad gewoon vind dat het dier een zo goed mogelijk leven moet hebben gehad voordat het op mijn bord eindigt. Ja. Ja. Ja, precies. Maar ik ben nog niet zover om echt vegetariër te worden. Ik ben mijn half leven vegetariër geweest. Maar ik vond het gewoon nog te lekker om af en toe... ik miste het af en toe een beetje. Okay, dus... Ja, dus toen ben ik overgestapt op dit systeem. Ja. Mijn eigen verzonnen. Ben je zelf gelovig? Of ja, een beetje over God? Tenminste, ik ben gelovig opgevoed. Spreek? Ja, oké. Okay. Denk je dat God het een... Het goed zou vinden dat wij 80 biljoen dieren per jaar kweken. En kijk, ik bedoel, het is dus deel natuur. We zijn vroeger, natuurlijk als je praat over duizenden jaren geleden, zijn we opgegroeid met vlees en dingen. En moesten we jagen en dergelijke. Maar nu is het een persoonlijke keuze geworden. Mm-hmm. Waarin we zelf kiezen. En we kweken nu als het ware dieren met een... die zelf leven en die zelf dus een ziel hebben. Die kunnen nadenken, die kunnen voelen, die kunnen denken. En dat doen we met 80 biljoen dieren per jaar. Wat vind je daarvan als je dat zo in dit perspectief ziet, in deze context? Ik denk niet dat God goed vindt als je zoveel dieren doodt, maar... En vanuit een ecologisch standpunt, hebben jullie alles gehoord wat de hele bio-industrie doet met deze wereld en de wereld die je... achter zou laten aan bijvoorbeeld je zoon of mijn kinderen? Of... Er wordt heel veel soja geplant, regenwouden worden gekapt voor soja. En de soja is alleen maar voor de varkens en voor de koeien. Ja. Dus in plaats van om de mens uit te voeden, worden de dieren gevoed die we op gaan eten. Ja. Dat is heel raar. Dus ik kan wel gewoon eerlijk zeggen dat ik wel bewust hypocriet ben. Nou, dat is toch iets dan in ieder geval. Ja. Het moet langzaam een beetje. Maar we zijn nu op vakantie en dan heb ik wel zoiets van, nou ja, dan koop ik niet speciaal 3 sterren vlees. Want het is ook een stuk duurder. Ik kan het gewoon niet betalen. Ja. Dus als ik het koop, dan is het in de aanbieding. Ja. En gelukkig hoef ik niet zo heel veel vlees. Dus nee, dan... Voordat ik haar kende, had ik nooit vegetarisch. Dus er is al een hele kleine stijgende lijn. En het overweegt jou niet, nu je er zo over nadenkt, om te zeggen, oké, ik zal wat minder vlees gaan eten of ik zal iets... Nee, ik denk het niet. Nee? Nee, sorry. Oké, en qua de aarde en de natuur, vind je het belangrijk hoe wij met onze aarde omgaan? Ja. Wist je dat de dierenindustrie, de bio-industrie, verantwoordelijk is voor meer dan 50% van het broeikaseffect wat we hebben, dus de opwarming van de aarde? Nee, wist ik ook niet. En als je vanaf dat perspectief zou bekijken, dus het redden van deze aarde, de aarde die God voor ons gecreëerd heeft, als minder vlees eten... Ik ben Cor de Middelvinger! Dat is Cor de Middelvinger. Dank je.
als je dat dan vanuit dat perspectief zou bekijken. God heeft deze aarde gecreëerd voor ons om op te leven. Maar eigenlijk wat we doen met de bio-industrie is wij vernietigen deze aarde. Ja. Als je vanuit dat perspectief zou kijken, zou je dan ook niet overwegen om minder vlees te eten, bewijs van? Of daarnaar te kijken of meer informatie erover te zoeken? Nee, ook niet, denk ik. I just finished off the first interview and the girl was a bit closed-minded, but that's okay. I think it will plant a little seed in her mind and it's the first time she probably heard or thought about this. And going forward, she might think about it a bit more, or she asked me for my YouTube channel, so she might look on there and check out a few more things and actually, you know, start the thing, let the thing going. Ben je nu echt van vegetariër of ook flex? Nee, veganist. Gewoon. Je bent gelijk hard voor, helemaal knop om. Ja. Wow. Ja. Okay. Ja, en het is veel makkelijker dan dat je denkt. En dat is echt wat mij opviel. In het begin dacht ik, oh, wat moeilijk. En je gaat een beetje, tegenwoordig heb je YouTube en Pinterest en al die dingen. En als je op een gegeven moment recepten gaat zoeken, ja, je vindt... Dat is wel heel veel. Dat is gewoon ontiegelijk. En als je kijkt, je eet misschien maar 6-7 gerechten per maand. En die wisselen door, weet je. Je gehaktballetje met jus en groente. Of je ditje met datje en datje. En dat eet je eigenlijk constant. Dus het is heel makkelijk om 6-7 erg lekkere gerechten te vinden. Die erg smaakvol zijn. En op die manier een bijdrage te leveren aan... Nou, ook voor jezelf. En ook voor je eigen moreel in principe. En zo, ja, toch een steentje bij te dragen. Ja. Zijn nog, Maar wat vindt de jonge generatie? Ja, die staat hier. Voor? Wat vind jij van het plaatje? Sorry. Nou, ik vind het eigenlijk wel raar. Wat vind je raar? Dat ze dieren slachten. Maar eet je zelf wel vlees? Ja, dat wel. En nu je dit zo hoort, wat denk je dan? Dat het raar is. Gaat je eetpatroon veranderen? Dat weet ik nog niet. Dat weet je nog niet. Nee, het heeft even tijd nodig, hè, om even erover na te denken. Misschien wat dingen op YouTube op te zoeken. Ja. Er zijn een aantal documentaires die ik heel erg aan kan raden. Gewoon qua gezondheid. Dat heet Forks Over Knives. Ik weet niet of jullie Netflix hebben. Nee. Toevallig? Nee? Nou, anders kan je ze op internet vinden. Daar kan hij jullie vast wel mee helpen. Maar Forks Over Knives. En dat gaat puur over gezondheid. Er gaat niks over dierenwelzijn of wat ook maar. Gewoon puur over wat doet melk met je en wat zijn de dingen. En waarom is dat dieet extreem gezond? Ja, het is een vrij nieuwe documentaire. En Cowspiracy. En dat gaat met name over het milieu. Ja, niet conspiracy, maar Cowspiracy. En dat gaat voornamelijk over het milieu. En de impact wat de bio-industrie heeft. En het feit dat wij, als we zo doorgaan, bij 2040 gewoon dode oceanen hebben. En als de oceanen dood gaan, dan gaan wij ook dood, zeggen ze. Dus in 2040, dat komt heel dichtbij. Dus dat zijn wel hele interessante documentaires om een beetje bewustwording te creëren. Mm-hmm. En te kijken. So, I just finished off with the second interview. And the people were really cool and honest. That was fun. And I'm surprised. It went easier than I expected, and the people are pretty open, once they're willing to talk, of course. And now we have to stop, because now we've got to go to put the tattoo. In the tattoo shop. For your tattoo! Hey!